De klep is nog dicht. Dus er is even geen contact tussen deze tunnel en de buitenwereld. Maar het contact zal er zo dadelijk zijn als de klep open gaat en de spelers naar buiten kunnen lopen. Het zonnetje schijnt nadat het de hele dag heeft geregend. Deze klanken, dat weten de spelers van Feyenoord en dat weten de fans van Feyenoord. Zorg ervoor dat het sein wordt gegeven dat de klep open kan. En dat zo dadelijk de spelers naar buiten lopen. Een prachtig spandoek, groots. Havenstad Rotterdam voorstellend. En de spelers komen naar buiten voor Feyenoord-Ajax. Het enige voetbalduel dat in Nederland te boek staat als de klassieker. Een wedstrijd met een lange geschiedenis en een grote uitstraling. Zoals Real tegen Barcelona en Celtic tegen de Rangers. Feyenoord-Ajax is als een blinkende oldtimer. Als de Ronde van Vlaanderen, als de Elfstedentocht. En het mooie van deze klassieker is, it keep on. En wel nu, voor de competitie over een aantal weken, de reprise in het bekertoernooi als halve finale. Afgeladen volle Kuip. Voor altijd een wedstrijd vol verwachting, vol hoop. Veelvuldig toch, zeker de laatste jaren uitmondend in een behoorlijke deceptie. Want het is al van 2012 geleden dat Feyenoord dus een wedstrijd in de competitie van Ajax wist te winnen. Met onder in beeld, u ziet het, de opstelling Botteguin centraal achterin met Van Beek. Dat is verrassend. Toornstra op het middenveld. Van Persie in de spits tussen Larsson en Berghuis. En dat betekent dus geen plaats voor Nicolai Jurgensen in de basiself. En ook Van der Heijden naar de bank om ruimte te maken dus voor Botteguin. Danny Makkely is de scheidsrechter. En in Zeist zit VAR Jurgen Kuipers. De Ligt en Van Persie. Lichtjaren al verschil in ervaring. Van Persie met zijn afscheidstournee bezig. De Ligt aan het begin van een glorieuze carrière. Centraal achterin, waar Onana weer de keeper is. Magajan naast De Ligt. Blind linksback, Mazraoui rechtsback. Op het middenveld Tjeune van de Beek. En De Jong en voorin Dolberg in plaats van Huntelaar in de spits. Ziyech en Tadić vanaf de zijkant. Hij er weer volledig bij. Onana. En hij dus linksachterin blind. Omdat Tagliafico nog steeds geblesseerd is. Onana aan de ene kant, Vermeer aan de andere kant. Hij was erbij in 2012 toen Feyenoord dus voor het laatst won van Ajax. Met 3 goals van Guidetti. Maar toen was hij Vermeer de keeper van Ajax destijds. Dat zal een soort van groene vloed toch wel komen over het veld. Dat heeft met rooksignalen te maken. Die vanaf de linkerkant binnenwaaien. Ajax mag aftrappen, heeft dat bij deze gedaan. Vandaar een fluitconcert ook van de tienduizenden. Het onthaal mogen duidelijk zijn. Wie raakt daarvan onder de indruk bij Ajax? Met veel ervaren spelers steeds minder. De felheid van Feyenoord in goede banen geleid moet het antwoord zijn. Met Verdonk. Lange bal richting Van Persie. Bal richting Toornstra. De scoort onder Van Persie bij balbezit zal komen. Doorjagend hier op Onana. Vrijheid is hier voor De Jong. Tadić. Van de Beek wil. Dolberg krijgt. De Jong. Tadić weggestuurd, Sint-Juste verdedigd. Sint-Juste, die dus al heel vroeg in de wedstrijd in Amsterdam rood kreeg. Omdat hij wat overdreven, fanatiek en gemeen was. Fanatiek, dat moet iedereen zijn aan Feyenoord kant.
Maar dan in goede banen geleid zoals tegen PSV. Toen ze een goede eerste helft speelden. Blind. Bouw richting Dolberg. Weggekopt Bottigi. Van de Beek. Dolberg. Voor het schot. Er is ruimte voor. Het schot is daar en de redding van Vermeer. Mazraoui. Ajax houdt druk op het doel van Feyenoord. Ziyech. Neer. Larsson. En langs bij Mazraoui. Die knokt zich terug. Schöne. De felheid bij Verdonk. Goed ingestapt De Ligt. Verdonk. Hard. Te hard. Voor Berghuis. Eerste mogelijkheid in dit duel is voor Ajax. Dolberg met het schot. En de prima redding voor Vermeer. Toch een voetzoeker vond de linkerarm, de linkerhand van Vermeer. Blind. Dolberg en Bottigi. Als laatste Dolberg, dus mag Feyenoord gooien. Tadic heeft dat nog niet helemaal door. Mag die bal uiteindelijk inleveren. Klaagt dan bij de scheidsrechter dat het bij de strot gegrepen is door Sint-Justen. Nu is het ingooi voor wederom Feyenoord. Dat is de tweede keer, man. Dat is wat Den Haag zegt, maar... Derde keer scheep zich kennelijk in het applaus, want nu mag Ajax te gooien. De Ligt. Onana. De Jong, Schöne en Magajan. Die de beker zijn debuut maakte bij Ajax nu in de competitie. De klassieker direct voor de kiezer krijgt. Als een matige trap met rechts is dit bijna de kans voor Larsson. Terug uit buitenspel komt Verdonk. En dus wordt er gevlacht en vervolgens gefloten. En dat liet hij zien. En die bal zojuist getrapt met rechts, Magajan. En natuurlijk ook zijn afscheidstournee. Niet zijn laatste klassieker, want over een maand is er dan nog de klassieker in de halve finale van de beker. Ook in dit theater. Bottigin weet dat Vermeer achter hem is. Sint-Justen. Berghuis. Opening richting Larsson. Filena zou ook kunnen, dus communicatie, heren. En dat is daar afwezig. Filena moet gewoon van die bal afblijven, maar dat moet Larsson hem wel vertellen. Communicatie. Mazraoui. Dat is wel eens voor Larsson. Klaasie. Toornstra gezocht, maar te hard deze bal. Dolberg. Het laatste Klaasie in gooi. Dus wat terreinwinst voor Ajax. Weggedraaid Tadic, maar daar is Bottigi. Die dus verkozen is boven Van der Heijden vanwege zijn specifieke verdedigende kwaliteiten.
omdat hij ten koste van alles duels wil winnen. Zoals hier bijvoorbeeld. Omdat hij natuurlijk een standaard situatie is. Koppend erg sterk is. Voetbal misschien wat minder dan Van der Heijden. Dit is Tolberg. Nu uitkijken voor Feyenoord tegenover Van Beek. Overtreding van Bottekin. Houdt hem vast met beide handen. En dan gaat Dolberg fraai liggen. Maar de overtreding was er wel degelijk. Ziyech en Schöne. Schöne heeft natuurlijk ook wel de naam. Tijdens klassiekers nog wel eens een vrije trap in te willen schieten. We zien ook de twee spelers in de muur. Van Ajax in de muur van Feyenoord. Verwacht je dat dit een schöne bal gaat worden. Hij heeft een reputatie. Hij heeft de kunde. Hij heeft de klasse. En hij heeft de goal ook. Lasse Schöne, 8e minuut. En hij, wederom, die met een vrije trap voor de treffer van Ajax zorgt. Vroeg in de wedstrijd. Is dat voor Feyenoord te vroeg in de wedstrijd. Zo'n dreun. Na de overtreding van Bottekin. En de vrije trap van Lasse Schöne. Ja, keurig. Langs de paal. Over de muur. Geen reactiemogelijkheid voor Vermeer. Dus een vrije trap. Met veel klasse. Lasse Schöne. De voorsprong voor Ajax. Filena. Van Beek door het midden. Oh, joi, Dolberg. Als dit hem wordt, wat een fout van Van Beek. En dan sta je bijna na 8,5 minuten met 2-0 achter. Na een overtreding eerst van Bottekin en dan de ketser van Van Beek. Hoe kun je dit verzinnen? Zo door het midden. Natuurlijk wordt hij enigszins onder druk gezet, maar dan zijn er toch andere mogelijkheden. Loopt voor Van Beek en voor Feyenoord met de assist eraf. Ja, dat zullen andere instructies zijn geweest voor dat koppel centraal achterin. Sint-Justen. Toornstra. Na het gemor begint al als de bal naar achteren gaat. En mensen op de tribunes de bal vooruit willen zien. Larsson. Klaas gaat nog even de verbale strijd aan met Van de Beek. Vond het zelf geen overtreding. Gaat naar de bal. Ik zie dat hij hem vervolgens nog bij het doorglijden enigszins raakt. Maar veel theater gemaakt door Van de Beek. Dat levert Ajax weer een vrije trap op. Ziyech. En gekopt Toornstra. Gevangen Mazraoui. Schöne. Van de Beek. Wint met zijn linker. Kan hem neerleggen waar hij zou willen. Maar dan is dit enigszins tegenvallend. Wel richting Magajan.
Verdonk. Schöne. Dolberg draait wat. Van de Bottingen, Sint-Juste, Klaasie en daar is ook Van de Beek. Nu dan, ja. Dan maar het succes proberen te vinden achter de laatste lijn van Ajax. Goeie ingreep, Bottingen. Tadić met Sint-Juste. Glipt daar heel makkelijk langs. Schöne niet, Vilena eerst. Zie je. Sierg legt neer. Mazoui. Van Beek terug weer. Mazoui. Toornstra mispeer. Eerste klas. En dan is het Bottingen die een volgende treffer van Ajax wellicht in de weg staat. Want Sierg had bijvoorbeeld Tadić en Van de Beek voor het uitkiezen. En daar wordt de bal weggekopt door Verdonk. Ja, verdedigend loopt het afgrijzelijk met een paar misperen. Van Beek en hier een enorme ketser van Toornstra. En dan kijkt die bal terug. Het is dat Bottingen daar de angel uit kan halen. Schöne zie je voor de korte variant corner. Nemen wat tijd en daarmee lokken ze wat reacties uit, weten ze zelf ook heus. Mooi afdraaier. Mooi afdraaier. En dan wordt hij overgekopt door Makarjan. Mooi getrapt dus hier. De corner op het hoofd van Makarjan. Vilena. Klaasie. Larsson. Bottingen. Berghuis. Goeie bal van Persie. Toornstra mee. Lukt niet, maar er is altijd nog een mogelijkheid om Berghuis terug aan te spelen. En dan Toornstra, die bal van per ongeluk voor hem en hij maakt 1-1. Zeker niet de meest soepel lopende aanval van Feyenoord ever. Maar dan valt hij precies goed. En dan schudt de Kuip ouderwets op de oude grondvesten. En dan heeft Onana nog weinig Feyenoorders voor zich gezien. Maar hier is hij al geklopt. Dit is Van Persie. Dan gaat die bal naar Berghuis. Die lepelt hem met zijn rechter voor. En ja, Toornstra bijna bij toeval vindt hij die bal weer terug omdat hij karambeleert. En uit de draai door de benen van Onana scoort Toornstra de 1-1. Je kan hem op een boodschap sturen, zeker ook in de klassieker. Zijn derde goal tegen Ajax. En de 1-1 is daar.
Ziyech. Dan is hij voor Vermeer. En als je het geschutter van Feyenoord met name achterin bekijkt, in het eerste kwartier, dan komen ze met een 1-1 tussenstand nu zeer genadig weg. Larsson. Het handje van de licht. De vrije trap voor Feyenoord. Dat doet het nog één keer voor. Het handje inderdaad van de licht. Klaasie. Toornstra. Toornstra terugleggen. Hij haalt er een corner uit. Ja, Van Beek en zeker ook Bottekin. Voor dit soort klussen toch ingehuurd. Mede. Larsson. Daar gaan wat mensen neer. Zou het een overtreding zijn van Makarjan op Bottekin, dan zal het in Zeist zeker worden bestudeerd. Dus wacht maar even met ingooien. Wegwezen, zegt Makkely. Kuipers zit in Zeist. Is dit een overtreding? Of is het wegleien? Ik denk dat het wegleien is. En dan is er dus niks aan de hand. Ja, het is wegleien van Bottekin. Geen sprake van een overtreding. De Jong. Blind. Voorbij aan Dolberg. Makarjan met het luchtduel van Persie. Zoals de licht ook al een aantal keren in de lucht heeft gewonnen van Persie. Dat is dus niet de manier. Heerlijk ook de spanning op de gezichten van Ten Hag en van Bronckhorst. Goeie actie Vilena van Persie. Berghuis, Larsson in het midden, probeert vrij te komen van Mazraoui. En dat lukt hem ook nog eens een keer. Toornstra. Berghuis. Sint-Justen. Het eerste momentum is even weg. Larsson. Steekpaas was bedoeld voor Van Persie. Van de Beek. Tadic. Rechts Ziyech. En niet langs bij Verdonk. Opening is ook niet verkeerd. Toornstra naar Berghuis. Daar komt Makarjan. Toornstra. Onana moet een bal laten lopen en de licht neemt geen risico in de wetenschap dat Van Persie ergens achter hem staat. De beginfase was voor Ten Hag en zijn ploeg. De voorsprong was er, 1-0. Er werd wat geschutterd achterin. Er waren wat kansen, maar die werden niet benut. Door het treffen van Toornstra is er weer heel veel geloof, hoop en er was al heel veel liefde in de harten van de Feyenoorders gekomen. Dolberg. Bottekin. Toornstra. Berghuis. Aardige bal, weer de licht. Moet hem weer wegkoppen ten koste van een corner. Ook nu weer in de wetenschap dat Van Persie achter hem verkeerde ergens. Berghuis.
Toornstra. Van Persie. De draai. Botteguin. Goed blok van Van de Beek. Vilena. Van Persie en Magajan. En Magajan zet zich dan af op Van Persie. En dus de vrije trap voor Feyenoord. De linkerarm, dat is toch goed gezien van Makkeli. Twee keer raden van wie de Kuip hoopt dat de vrije trap zal worden genomen. Van Persie ging rond. Kan hij nu dat laten zien wat Lasse Schöne kon in de achtste minuut? Het was een pracht van een treffer. De 1-0. Maar de 1-1 van Toornstra. Hier de vrije trap van Persie. De vrije trap die een assist bijna werd. Of dit allemaal zo bedoeld was. Hij glijdt daar weg. En bijna was het nog Verdonk die daar van had kunnen profiteren achterin. Maar die kon er ook net niet bij komen. Maar het wegleiden dus van Persie. Want terwijl het nu droog is, af en toe een zonnetje. Heeft het dus wel de hele dag geregend. Berghuis. Toornstra. Ziyech. Mazraoui. Vilena sprint mee. En doet dat goed in eerste instantie. Er zat een hapering in de aanval. En nu is de aanval helemaal overgenomen. Van Persie. En de vrije trap weer in het voordeel van Feyenoord. Weer in het voordeel van Van Persie. Berghuis en De Jong. Ja, Ten Hag wordt langzaam zeker gek van al die vrije trappen tegen. Ligt dat wat hij ziet op de grond. Hij gaat vol voor de bal, maar springt ook in de rug van zijn tegenstander. Gebruikt daarbij zijn handen, is de uitleg van Makkeli. Daar ligt Tadic. Boven mijn blessure voor Tadic. Dat is daar met dit duel met Sint-Justen. Nou, natuurlijk uitgaat naar De Jong zijn reactie op de vrije trap die hij tegenkrijgt. Het duel vervolgens met Sint-Justen en Tadic, waar de Ajax buitenspeler last van heeft. Tadic wil van zalvende woorden van Sint-Justen niet weten. Tadic moet dan even buiten de lijnen, want hij is behandeld. De vrije trap van Feyenoord dus, met Tina en Sido op het veld. En Tadic beklaagt zich bij Ten Hag. Zo, hebben jullie het allemaal gezien? Tadic reageert dan ook nog richting publiek. Is niet verstandig, maar het hoort er allemaal wel bij. Zie je.
Van der Beek de hoek in. Dus kan ze hier naar binnen. Dit is Van der Beek. Bal ruim voorbij Dolberg. Ja, hij wil toch nog even dingen bekijken. Nee, het is toch goed. Krijgt dan toch kennelijk een zijntje uit Zeist. Wacht even met de ingooi. Dolberg. Was het een overtreding van Bottekin? Larsson. Met Dolberg nog steeds liggend op de grond. Kruipt nu overeind. Maar dan is de aanval 1,50 meter gevorderd. Ziyech. En Van Beek. Klaasie. Vilena. Bottekin. De Ligt. Larsson is vervelend, waardoor Schöne niet naar de bal kan. Naar de grond gaat. Verdonk. En Schöne, sliding van Klaasie, van Persie. En goed verdedigd door de Ligt. Niet alleen dat, maar ook nog een goede paas in huis richting Ziyech. Tadic, de ruimte bij hem. Tadic, strand op Bottekin en via Van Beek is het een corner. Ziyech krijgt voldoende naar zich toegeworpen. Schöne neemt dan het hoekschop nemen van hem over. De Ligt mee. Achterin voor het inlopen. Nog ongedekt. Hier achterin. Hij mist de bal ook. Dan Tadic. En Vermeer. Pardon. Goed werk van Klaasie en vervolgens van Larsson. Van Persie. Kan hij hem in één keer naar Berghuis? Nee, dat lukt hem niet. Van Persie terug. Toornstra. En daar helemaal vrij. Dit moet hem zijn voor Berghuis. En het is hem ook. En zo buigt Feyenoord de vroeg opgelopen achterstand om in een 2-1 voorsprong. En dan kun je dat nauwelijks voortlopende aanvallen noemen. Maar het is wel uiteindelijk dat wat je nastreeft. Als hij in aanval gaat. Het maken van een goal. Geen buitenspel Toornstra. Geen buitenspel Berghuis. Dit is ook niemand die met hem meeloopt. Dan krijgt Onana er nog wel even een lichaamsdeel achter. Zodat het lijkt alsof hij hem nog kan redden. Maar wat een vrijheid voor Berghuis. Belachelijk veel vrijheid voor Berghuis. Onana nog met zijn rechter. Dan ziet hij tot zijn leedwezen alsnog over de doellijn gaan. Hoe vrij kun je staan?
ruimte. En Onana voor de tweede keer gepasseerd. Ja, en dat hij, Onana, zich kwaad maken op de verdedigers mag duidelijk zijn. Als je zo de aanval laat lopen aan de andere kant, is dit Klaasje. Overtreding, Magajan, maar dat wordt niet doorzien. Dan is er alsnog de mogelijkheid voor Feyenoord eruit te komen met Toornstra. Berghuis. Van Persie. Vilena. Berghuis. Van Persie, dit is Vilena, die zoekt zijn linker. Maar ja, zag de ruimte eigenlijk een beetje aan zijn rechterzijde. De Jong. Weggezier. Verdonk gezien. Nu Van Beek is de eerste verdediger die tegenkomt uit de draag geschoten. Deze nog een keer. En het staat er weer gelijk. Het is 2-2. Zie je. Als het in dit tempo doorgaat. En zo staat het verdedigend. Daardoor aan beide kanten af en toe niet helemaal geweldig. Als Verdonk daar gezien is aan die kant. Zie je. Van Beek op zoek. Dan is er nog wel de 7 in eerste instantie van Vermeer. En is er dan een... Ja, je kan zeggen, wordt Van Beek niet tegengehouden door Van der Beek. Is dat geen overtreding? Dat is denk ik waar er naar gekeken wordt. Nee, toch niet. Want even stond Magelier met zijn vinger aan zijn oor zo van... Er wordt in zijst gekeken. Dat was wel een actie waardoor Van Beek niet naar Ziyech kon opstomen. Omdat hij even werd tegengehouden. 2-2. Het is wel een potje. Larsson. Voorbij aan Mazraoui. Larsson. Ho, van Persie. Van der Beek weer het luchtduel van Klaasie, Botteguin en Dolberg. Van Persie. Toornstra. Berghuis. Berghuis. Steek op Larsson. Larsson uit de rug van Mazraoui. Die is gelaten verrassen, zeg. Oi, oi, oi. Wat een kans, Larsson. Maar wat laat Mazraoui zich dollen. Die wordt helemaal uit de rug weggelopen door Larsson. Weet niet meer waar hij het halen moet, Mazraoui. Daar vertrekt hij. Juiste moment gegeven. En Mazraoui loopt een beetje te sukkelen daar achterin. Komt er veel te laat achter. Alsof hij weer moet wennen dat hij rechtsback is, Mazraoui. Die deze week toch op het middenveld verscheen in de bekerwedstrijd. Niet voor het eerst gezien wordt. Gezien is. Mazraoui. Sint-Just. Toornstra. Van Persie, daar komt ook Onana. De Jong. Verdonk, Botteguin. Berghuis. Larsson. Larsson, Mazraoui en Onana. Vilena. Dit potje verveelt bepaald niet. Er gebeurt gigantisch veel. Het is niet allemaal even goed. Maar het is wel zeker allemaal even boeiend. Botteguin.
Wordt er nog een klein beetje spanning in door die bal in eerste instantie niet helemaal lekker te raken. Berghuis. Verdonk. Klaasie. Vilena met De Jong. Voordeel zegt Makkeli. Sint-Justen. Deze is van Frenkie de Jong. Vindt Schöne. En Van de Beek. Van de Beek. Dolberg. Schöne doet ook mee in deze aanval. Zelfs Blind. Van de Beek. Zoekend naar zijn rechter om uit te halen. Maar daar is het druk. Dan is dit een knappe bal. Tadic. Blind als laatste. Dat is een doeltrap. Vermeer heeft die doeltrap snel genomen. Er zijn nog wat Ajax-ieden. Oh, maar Makkeli zegt het is allemaal leuk en aardig wat jullie hier doen. Maar kom maar even weer terug. Kennelijk dat de bal niet stil. Het hakje van Van de Beek is fraai om Tadic nog te vinden. Magajan. Blind gebruikt Berghuis. De Jong. Magajan. Het gaat via Onana. En De Ligt. Masraoui. Ziyech. Tadic. En Blind. Van de Beek. Tadic. Op de borst van Wottekin. Tadic. Weet Blind vlakbij hem. Het laatste Sint-Justen. Dus mag Ajax gooien. Hij heeft het gedaan. Richting Van de Beek. Van de Beek nu voorleggen. En de kans is voor Ziyech. Dolberg houdt binnen. Kan deze aanval nieuw leven inblazen. Als hij langs een man komt die de overtreding maakt van Beek. Vrije trap voor Ajax. Nou, de kans zojuist voor Ziyech. Een ingooi van de Beek. Ziyech naar de bal toe. En dan schiet hij op Sven van Beek. Die vervolgens dus de overtreding maakt. Ziyech en Schöne. Ziyech. De eerste paal weggekopt. Schöne. Terug naar De Jong. Die kijkt om zich heen. Ziet Klaasie als eerste naderen. Zeker voor het onzekere. Terug naar Onana. Beek wint van Dolberg. Van Persie blijft daar weg, dat is slim. Die was anders buitenspel geweest, dat is hij nu niet!
En Feyenoord weer aan de leiding door Van Persie. En zo heeft hij eindelijk zijn goal tegen Ajax in de Kuip te pakken. Want dat was hem in zijn hele carrière nog niet gelukt. En we hebben de vijfde goal van de eerste helft te pakken. Wat een wedstrijd. Hier blijft Van Persie slim weg, want het was anders buiten spel geweest. En blijft nu ook dusdanig juist achter de bal. Dat hij ook na de paas van Toornstra niet buiten spel loopt. En zo jaagt Van Persie de 3-2 binnen. Voor Feyenoord. En we zijn nog niet eens halverwege. Wel opvalt is dat Ajax in de twee wedstrijden na de winterstop inmiddels 7 goals tegen heeft gekregen. 4 tegen Heerenveen. En nu alweer 3 tegen Feyenoord. En dat terwijl ze voor de winterstop de ene na de andere wedstrijd de 0 moeiteloos leek het, wisten te houden. En nu dus in anderhalve wedstrijd na de winterstop 7 goals tegen. Toornstra, Van Persie, ruimte bij Larsson aan de linkerkant. Ja, die wordt weggestoken. Toornstra is erbij. Larsson krijgt hem niet bij Toornstra. Ook Berghuis was erbij gekomen. Die werd niet bereikt. De felle Toornstra zorgt ervoor dat Vilena balbezit heeft. Hard voor. Oh, Larsson, wat een kans. En Berghuis. En dan was het buitenspel voor Larsson trouwens. Uiteindelijk. Wat gebeurt er veel hier vandaag in de Rotterdamse Kuip? De Jong. 1 minuut extra. Dolberg glijdt weg. Vermeer. Dolberg heeft een tik gekregen, ligt geblesseerd op de grond. Klaas hier fel op de Jong. Dolberg heeft aardig wat pijn. Tenminste, dat mag je toch wel afleiden uit de bewegingen van de spits van Ajax. Hier een duel met Klaas en de Jong. Toen lag Dolberg al. Misschien verzwikt hij zijn enkel. En dan is het... ja, ze zijn des duivels bij Ajax. Omdat ze dachten nog aan een aanval te kunnen gaan beginnen waar Van Persie ineens tussen kroop. Sportief was dat niet. En omdat er daarna geen tijd meer wordt bijgetrokken. Maar Ajax toch nog één keer een aanval te kunnen opzetten. Maar dit hoort ook wel een beetje bij de eerste wedstrijd. En je ziet Van Persie genieten. Die vindt dit lekker, die vindt dit mooi. Er gebeurt veel. Er is enorm veel emotie. En hij is de man van, kijk, kijk, kijk. Weet ook wel, als een ware dirigent nog het legioen te bewegen, toch. Tot nog meer herrie.
Maar wat een eerste 45 minuten hebben we gehad, zeg. Met 5 goals. Dit was de 5e. Dit was de 3-2 van Robin van Persie. En zo wordt dat begroet. Zo wordt dat bejubeld. En dat na een zeer dramatisch begin van Feyenoord in deze wedstrijd staan ze halverwege dit duel. Dat het predicaat de klassieker toch wel zeker verdient. Zij staan voor met 3-2. Wat een heerlijkheid van de wedstrijd tot nu toe, zeg. Van Persie heeft weer de bal voor zich opgeëist. Hij mag zullen gaan aftrappen. En wat een verschil in mimiek zagen we zojuist bij het betreden van het veld bij de beide trainers. Ten Hag nog steeds boos, stoom uit zijn oren. En zagen Van Bronckhorst met een brede lach de dugout opzoeken. De gemoedstoestand perfect weergegeven bij beide trainers, bij beide clubs, bij beide supporterscharen, kan ik me zo voorstellen. 3-2 is de voorsprong voor Feyenoord. En dan is het aan Feyenoord om een goede eerste helft ook te laten opvolgen door een goede tweede helft. En daar schort het nog wel eens aan. Hoe is dat op deze zondagmiddag bij de klassieker? En wat zijn de wijze lessen die Ajax heeft getrokken uit de eerste helft? Toornstra. Krijgt hem niet bij Berghuis. Dolberg. Ja, als je weet dat Klaas-Jan Huntelaar in zijn carrière 10 keer heeft gescoord tegen Ajax, verwacht je die toch eigenlijk ook wel. Nu moet Feyenoord achterin opletten, want er is een mogelijkheid voor Tadić. Maar dat wordt achterin door Feyenoord adequaat behandeld. Magajan. Schöne. Loopt weg bij Toornstra. Hij mag wat meters maken. Sint-Justen. Levert in bij De Ligt. Van de Beek. Tadić. Tadić balletje breed richting Dolberg. Dat was ook wel zijn bedoeling. Corner. Kwaaijers. Corner. Afdraaien richting Dolberg. Dan gaan er een paar van Feyenoord de lucht in. Berghuis. Filena. Nou, dit is dan keurig opgelost. Ja, Schöne duwt Vermeer bijna de 16 meter uit. Berghuis blijft de bal naar voren. 95, ja, voor het laatst. Het is een gedenkwaardige eerste helft gebleken. Blind. Onan. Schöne. Masraoui. De Jong. Even wat ander tempo dan aan het einde van de eerste helft. Magajan. Stevig verdedigd door Sint-Justen. Natuurlijk de laatste weken ook wat kritiek kreeg de rechtsachter. Te laconiek zou die zijn. Tadić. Schöne. Langdurig balbezit Ajax. De Jong. Dan zat Sint-Juste weer tussen. Ja, als je wat wil. En iedereen wil duidelijk maken hoe goede verdediger je bent. Dan zijn dit soort wedstrijden natuurlijk
ideaal om dat te laten zien, om dat te etaleren. Dit is Berghuis naar Larsson. Vilena doet mee aan de linkerkant. Dat doet Verdonk ook. Verdonk, goede bal op Vilena. En die jaagt hem naast. Eerste kans, tweede helft voor Feyenoord. Ook weer een actieve rol voor Verdonk, die zeker niet tegenvalt in deze wedstrijd. Natuurlijk links achterin. Malasia en Haps. Die er weer bij is, maar Verdonk hier weer tussen. Doet het vandaag toch zeer naar behoren. Klaasie. En weer met Verdonk en Klaasie. Larsson. De felheid daar aanwezig van Persie. Sint-Juste. De verbeterheid bij Feyenoord nog steeds aanwezig. Net als kans tot nu toe. De pegel van Vilena. Mooie buurken als hij daar staat. Smokkelt wat meters, Sint-Juste. Makajan terug naar Onana. Toornstra er naartoe. Ziyech, lastige klus om die bal binnen te houden. Te lastig. Vilena. Verbeterd duel verwikkeld met Schöne. Ajax mag gooien. Onana. Magajan. Waar is de beweging bij Dolberg in het midden? Hier de bal zit omdat hij hem laat lopen. Was er de mogelijkheid voor Van de Beek? Goeie bal van Van Beek. Hier naar Larsson. Verdonk. Klaasie. Ruimte gevonden bij Sint-Juste. Berghuis. Mooie opening naar Larsson. Wat fijn dat meer is dan alleen maar hard werken en poetsen. Hij wordt bij tijden wel ook zeer aardig gevoetbald. Dat levert onder andere deze kans op voor Berghuis. Verdonk. Vilena, Klaasie. Even de bal eruit, even de rust op, zoeken bij Bottigui. Van Beek. Nog gewoon de bal op van Persie. Die houdt zich Magajan van het lijf en dan Vilena de diepte in. Oeh, ja, de actie van Vilena was doorzien door Berghuis. Overtreding, geen overtreding en dus mag Feyenoord weer door. Dan gaat ook Berghuis tegen de vlakte, ook daar niet voor gefloten. Larsson schot geblokt door Mazraoui. Ziyech, huppakee, Verdonk. Ja, speelt sterk. Ruimte Klaasie. Schöne. Ziyech. Ja, wel een overtreding. Ja, de Jong klaagt zich bij Makkeli. Omdat hij vond dat hij zojuist onreglementeer werd gestuit. Daar kun je wel wat voor zeggen, ja. Uiteindelijk glijdt hij weg, maar dat komt omdat hij uit balans wordt gebracht door Berghuis.
Tadic. Ja, terug van Blind. De Ligt. Ziyech. Mazoui in de buurt. Komt weer niet langs Verdonk. Larsson, hachelijk om daar zo door het midden. Maar krijgt dan een tikkie van De Ligt. Eerst een tikkie, een poging ertoe door Mazoui, dan Van de Beek. En dan uiteindelijk is het De Ligt. Verdonk. Van Persie. Krijgt een vrije trap mee. Slaat zich over de muur op Magajan. Zijn lichaam gebruikt. Met name zijn lichaam gebruikt. Hè. Vooral die laatste trap, ja. Laatste stapje op het onderbeen. Dat ergerde Van Persie in hoge mate. Larsson. Van Persie gaat diep. Berghuis. Lekker neergelegd. Van Persie, goal. Oh, oh, oh. Ja, wat een schitterende bal van Berghuis. En wat geweldig afgemaakt door Van Persie. Zijn tweede in deze wedstrijd. Na een schitterende bal van Berghuis vanaf de rechterkant. Deze opening van Larsson is al een fraaie. De controle hier. En dan deze bal tussen de beide centrale verdedigers. Maakt Van Persie zich vrij. En maakt het af. Laat Onana kansloos. Zijn tweede goal in deze klassieker. De voorsprong van Feyenoord gaat van 3-2 naar 4-2. Wat een schitterende goal, wat heerlijk gevoetbald. En dat was toch ook lange tijd de kritiek op Feyenoord. Het is voetballend allemaal zo armatierig, armzalig. En ja, in veel gevallen klopte dat ook. En zou Feyenoord Ajax kunnen bijbenen, dan zou dat alleen maar kunnen door beuken, door stompen, door poetsen. Nou, Feyenoord heeft nog iets anders in huis ook. En die combinatie van stompen, poetsen en goed voetbal levert een 4-2 voorsprong op. Dan nogmaals een dramatisch begin van de Rotterdammers. Dat zou heel anders kunnen aflopen. Als Ajax daar de tweede had kunnen maken. Dolberg, Ziyech. Berghuis. Geen overtreding, Blind. Magajan. De eerste wissel is aanstaande bij Ajax. Sinkgraven gaat zo komen. Bottegien door de benen van Tadic. Blind, feller naar de bal dan Sint-Justen. Ziyech, Van Beek, maar daar is Vermeer. Iets te wild, iets te druistig van Vilena. Maar hier Dolberg deze aanval opzet. Nog even neergaat hier. Ziyech prima de langsglippend en Vermeer. Een dubbele wissel zelfs bij Ajax, want niet alleen Sinkgraven ook. David Neres komt om aan te geven, Ten Hag, dat hij het
allemaal niet geweldig vindt. En dan, wie gaan er dan af? En wat zijn de consequenties? Er gaat een naam, een streep door, rug nummer 6. Dat is Donny van der Beek. Die baalt daarvan, ja. Goed. Neres voor Van der Beek. Een aanvaller voor het middenveld. En ook Magajan is eraf. En Van der Beek snapt er helemaal geen ene bliksem van. Betekent Sinkgraven linksback. Blind links centraal. Tadić. Tadić naar links, Neres naar rechts. Ziyech op 10. Zo staat het in ieder geval nu. Berghuis. Nog een half uur te voetballen. Dat is best lang. Sinkgraven. Ziyech. Een duel met Bottegien. De Jong, De Ligt. Ja, Vermeer wil zijn mannen wat verder naar voren hebben. Maar Feyenoord moet voorlopig even in de achteruit. Dat is niet zo raar. Schöne. Sint-Juste. Filena. De Ligt naar Ziyech. De felheid van Klaasie. En meteen bovenop, Toornstra, Larsson. Ajax gaat natuurlijk ook risico's nemen. Berghuis is weg bij Sinkgraven. Berghuis met rechts. Dan schuift hem net naast het doel. Want dat is natuurlijk ook het risico wat Ajax dan neemt. Logischerwijs, ze zullen wat moeten. Ze zullen achterin wat ruimte weggeven. De Jong. Blind. Ziyech. Van grote afstand. Ziyech. Van grote afstand op de paal. Neres. En als laatste verdomd die ze daar even bij blesseert overigens. Maar schot van Ziyech op de paal. Mazraoui. Een sliding van Verdonk. Mazraoui en Verdonk. Toornstra jaagt door richting Blind. Is De Ligt. De Jong. Neres. Training van Filena. De bal had niet stilgelegen. Ja, dat weet je. En Makli let daarop. Kan zo zie je echt nog een keer. Kan het niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. Van grote afstand de pegel van Ziyech op de paal. En hier de... Oi, 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 oi. Dat komt niet meer goed vandaag met Donny van der Beek. Van Persie. Toornstra, daar Berghuis.
Sinkgraven en Sint-Justen met grote 7 mijls passen. Komt hij daarbij en Sint-Justen glijdt daar weg. Als Onana de redding heeft op het schot van Berghuis. Filena. Verdonk, Larsson, Verdonk. En terug Larsson was eigenlijk Verdonks bedoeling. Heftig aan het shirt getrokken door Ziyech. Schöne. Zo. Filena. Ja, Ziyech deed even zijn handschoenen uit. Als het bij het ijshockey gebeurt, de speler zijn handschoenen uitdoet, dan gaat hij knokken. Verdonk. Berghuis. Van Persie. Geef er uit trap mee. De Jong. Tadic. En Van Beek. Achter Dolberg en Neres die gevaarlijk wilde worden. Hij had twee kansen tot nu toe in de tweede helft. Beide keer wat rechts geschoten. Bijna was de rebound nog voor Sint-Justen. Waar Nicolai Jurgensen zo dadelijk in de ploeg gaat komen bij Feyenoord. Is dat voor deze man de tweevoudige doelpuntenmaker van Persie? Twee van Sinkgraven. Makkelie ontpopt zich zeker niet tot een kaartenstrooier. Is hij nooit geweest in deze wedstrijd. Staat hij ook nog steeds op nul getoonde gele kaarten. Hier was Sinkgraven een fractie of wat te laat. De Ligt ziet Larsson naderen. Dus met terug naar Onana. Van Beek, Van Persie, Berghuis, meer dan overtreding van Sinkgraven. En dan de wissel waarbij Jurgensen komt. Ja, het is nummer 32 die gaat. In zijn laatste Eredivisie klassieker in ieder geval dan toch, want er komt nog een halve finale. Tegen Ajax. Maar in zijn laatste Eredivisie klassieker heeft hij er twee gemaakt. Waar iedereen staat, iedereen het applaus heeft. Voor een van de mooiste voetballers die op de Nederlandse velden heeft gelopen de afgelopen jaren. Hij die twee keer scoorde, het legioen dirigeerde. Een geweldige wedstrijd speelde. Na bijna 68 minuten voetballen zijn plaats in de spits afstaat aan Nicolai Jurgensen. Larsson, Filena, hakje, Jurgensen. Eerste bijdrage aan dit duel. Toornstra, Filena, Toornstra loopt door. Schöne geeft de corner weg. Dat is lekker uithijgen voor Van Persie. Berghuis. Scherp, dat is Onana. Wegroeien is van Tadic.
Ziyech. Sinkgraaf aan de linkerkant in het midden, David Neres. En dit is verdomd, ja. Tadic. Nu 3 van Ajax weg. Waaronder Neres. En de corner voorkomen, prima. Geanticipeerd ook door Vermeer, anders was hij wel voor Sint-Justen geweest. Maar hij, Vermeer, doet het goed in het doel van Feyenoord als vervanger van de geblesseerde Bijlo. Larsson. Oh, daar de licht door. Bal terug naar Jurgensen. Die had te veel moeite om die bal te controleren. Zie je. Mazraoui. Langs Verdonk. Bal terug. Richting Tadic, maar dat was alweer Klaassen. Zie je. Neres. Zie je mee. Van Beek. En Schöne. De Jong. Neres. Klaassen. Mee aan Vilena, mee aan Larsson. Nicolai Jurgensen nog voorin. Balletje breed. En als Sinkgraaf wegglijdt, is er de mogelijkheid voor Berghuis. En dan is dat, ja, Jurgensen maakt de overtreding op Sinkgraaf. En dat was nog nodig, want Sinkgraaf was al uitgegleden. Berghuis had al het balbezit. Kijk, hij houdt hem daar vast. En waarom zou je dat doen? Ja, dat was niet al allerhande slim van Jurgensen. Domweg dom, want Berghuis was al weg. Blind. Neres. En Verdonk. Huntelaar maakt zich klaar bij Ajax. Luciano Haps maakt zich klaar bij Feyenoord. Blind. Lepelt de bal naar Dolberg. Dat is dan zijn laatste actie. De Jong. Schöne. Blind. Het is daar druk, het is daar vol. Zie je echt. Combinatie door het midden mislukt omdat Bottergien ertussen zit. Jurgensen. Larsson meegeven. Eerste Ajax-wissel. Huntelaar komt voor Dolberg. Zo is Ten Hag door zijn wisselmogelijkheden heen. Een spits. Voor een spits. Maar wel een spits. Huntelaar die tegen Feyenoord al 10 keer heeft gescoord in de historie. En aan de andere kant Verdonk die het goed deed als linksback. Gaat eraf. En na meer dan een half jaar blessure reed Luciano Haps weer terug bij Feyenoord. Berghuis. Sint-Justen. Schöne. Jurgensen. Sint-Justen naar Larsson. Kan hij schieten daar? Nee, daar is Trant daar op blind. Jurgensen nog een keer de lucht in. Buitenspel Toornstra. Ja.
Dat is leuk, dat is aardig, maar iedereen weet. Hij ook. De Jong. Masraoui. Ziyech. Tadic. Sint-Justen. Onana. Blind. Larsson. Vilena. Daar opgevangen door een mannetje of 2-3. Haps. Om aan te geven dat hij nergens meer last van heeft. En zeker niet in zijn hoofd. En weer aan die rechterkant de mogelijkheid. Toornstra. Toornstra, Jurgensen, daar. Vilena. 5-2. Natuurlijk gaat Ajax risico's nemen omdat er iets gerepareerd dient te worden. Maar wat maakt Feyenoord daar geweldig gebruik van? En maakt Vilena er 5-2 van voor Feyenoord. Zij weggedoken in misère. Vilena hier. Daar nog opgevangen, maar dan is er altijd nog. En kijk, de felheid van Haps die wil laten zien. Hé, hey, ik ben een half jaar geblesseerd geweest, maar ik heb nergens last meer van. Toornstra, die sowieso een heel belangrijke rol speelt in deze wedstrijd. En Vilena die het afmaakt. 5-2 voor Feyenoord tegen Ajax. Het is een ongekende wilde. 2012 was het voor het laatst dat Feyenoord nog eens in de Eredivisie een wedstrijd won van Ajax. De laatste 4 Eredivisiewedstrijden won Ajax. Ajax is 13 wedstrijden achter elkaar ongeslagen. Een ongekend lange reeks en daar komt vandaag hardhandig een einde aan. En waar dan ook misschien wel hardhandig een einde aan komt. Parijs is nog ver, ik weet het ook wel. Maar het verschil tussen PSV en Ajax op de ranglijst is na vandaag 5 punten. Zie je. En dan neem ik u nog even mee na een week terug. PSV speelde gelijk tegen Emmen. En Ajax moest tegen Heerenveen. Bij winst Ajax op Heerenveen zou Ajax de koppositie overnemen. Het stond bij rust 3-1. Had 4-1 moeten zijn. Als Tadić niet die strafschop had gemist. Feyenoord toen, of Ajax toen virtueel lijstaanvoerder in Nederland. En dan zijn we krap een weekje verder. En dan gaat het verschil tussen PSV dat gisteren met 2-1 van Groningen won. En Ajax ineens 5 punten beramen. Dat is toch een groot verschil met wat het vorige week even was. Hier ziet u dat linksonder in beeld, de virtuele stand. 5 punten verschil. ...4-4 tegen Heerenveen. En dan een 5-2 zeepert tegen Feyenoord. 9 goals tegen. Voor de winterstop had Ajax 8 goals tegen. In 17 wedstrijden voor de winterstop 8 goals tegen. Nu in de tweede wedstrijd na de winterstop 9 goals tegen. De Jong. Neres. Schöne. We maken van 1-0 in deze wedstrijd. Ziyech.
Verliest het duel van Bottingham. God, wat moest die wenen in het begin even in deze wedstrijd. Toornstra. Jurgensen. Berghuis. Onana. Van Beek. Tadic. Sinkgraven. Achterin, Huntelaar komt er niet aan. Mazraoui. Gooi is voor Ajax. Blind. Zie je. Tadic mee en nee. Hier Haps. Die feller is dan Tadic. Ook hier velder ingaat, waardoor de Jong niet kan rijmen. Toornstra voor, geen Jurgensen, maar daar weer een speler die op 5 meter in alle vrijheid kan aanleggen, kan scoren. Van Gastel en Van Persie. En het legioen. Dat hier dus in dit stadion Feyenoord met 2-0 zag verliezen van Fortuna Sittard in dit seizoen. Maar ook zag winnen van PSV en ziet winnen de Ajax. Sint-Justen. Een kleine knieval en dan houdt hij in. Tadic en dan Vermeer. Uiteindelijk kunnen ze elkaar nog in vriendschap vinden achterin. Maar hier ging Sint-Justen, die bleef daar liggen. En dat leverde het schot op van Tadic. En met name de redding van Kenneth Vermeer. Schöne. Vermeer moet deze bal laten gaan. De Ligt komt naast. En Yassine Ayoub gaat dan nog in de ploeg komen. En hij komt in de ploeg voor een speler die een paar goede kansen had na rust. Steven Berghuis. Die de 2-1 maakte. Hij en Van Persie die elkaar op het veld zo geweldig kunnen vinden. Hij die een bepalende rol, ook hij had een bepalende rol in deze wedstrijd tot nu. Berghuis naar de kant. Schouderklop van Bronckhorst. En Yassine Ayoub is zijn vervanger. Ayoub die nog in de jeugdopleiding van Ajax heeft gezeten. Wellicht niet zoveel minuten heeft kunnen maken als dat hij had gehoopt bij de overgang afgelopen zomer van Utrecht. Ja, middenvelders van Utrecht die naar zeg maar, een van de traditionele topclubs gaan, die hebben het wat speelminuten betreft best lastig. Bijvoorbeeld naar Ramselaar kijken. Maar hier mag je de slotfase van de wedstrijd nog meemaken en misschien nog iets toevoegen. Ook Ayoub, balbezit. Jurgensen. Die zou zo graag willen. Die zou zo ongelooflijk graag willen. Ayoub. En Ayoub scoort. Ja! Komt net in de ploeg. 6-2. En zo wordt het toch een ongekend groot bakslag. Wat Ajax krijgt van Feyenoord.
De inkt is amper droog van de notitie. Ayoub komt voor Berghuis. Als de naam Ayoub nog een keer kan worden opgeschreven. Namelijk als doelpunt te maken. Van 6-2. Mazoui en Haps. Botteguin. Ayoub. Filena. Oi, 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 oi. De Ligt krijgt hem terug bij Onana. Blessure daarbij, Botteguin. Wisselmogelijkheden zijn er niet meer, dus... Ja, die hebben nogal een tijdje ruzie ook, Tadić en Sint-Justen. Nou, die goal van Ayoub, resulterend in de 6-2. Iedereen die een sjaaltje heeft, die laat hem zien ook. En voor Botteguin is het einde wedstrijd. Zal Feyenoord dus deze wedstrijd met 10 man eindigen. Maar goed, een blik op de klok en het scorebord leert dat dat niet zo heel veel zal uit gaan maken voor de rest van dit duel. Botteguin kreeg dus vandaag de voorkeur boven Jan-Adi van der Heijden. Velen waren daar enigszins verbaasd over. Of komt Botteguin op karakter toch nog weer terug? Dat heeft er toch alle schijn van. Zie je echt de bal voor. Het is voor Larsson. Haps. Ja, dat zijn enorm vervlogen tijden, de 9-4. Maar dat Feyenoord hier nu 6 maakt, is voor het eerst sinds die 9-4 dat er zo vaak werd doelgetroffen. De Ligt. Tadić. Sinkgraven. Strak voor, maar Sint-Justen komt weg. Dit is Mazoui, dit is nog Ziyech. En dit is Vermeer. Nog een keer Huntelaar. Strak voor en Sint-Justen krijgt hem weg. Ayoub. Ziyech.
Neres. En weer Vermeer die eruit komt. Maar Sint-Juste, die ook alles geeft hier in dit duel. Neres. Daar zijn geraakt door Haps. Hoekschop. En hier vanuit het perspectief van Vermeer gezien ongeveer. Hoe hij daar reageerde op dat schot. Dat inmiddels minstens net zo hard regent als voor de wedstrijd. Als we de echte slotfase van dit duel ingaan. Mazraoui. Neres. Vierman geeft aan dat er tijd bij komt. Alleen het bord doet het niet. Waardoor Van Bronckhorst nu ook vraagt. Ja, hoeveel is dat dan? 2. Sint-Juste en Vermeer voorkomt de corner. Haps. Hij terug op het veld, maar als spits loopt hij het meeste of het minst in de weg. Want hij kan niet heel veel meer bijdragen. De Feyenoord heeft natuurlijk al 3 keer gewisseld. Dit is Mazraoui. Ziyech. Dan maar weer een schot. Dat gaat over. Hij had een prima schot in de tweede helft van afstand op de paal. Deze van mindere kwaliteit. Er zat ook wel wat frustratie bij, kan ik me zo voorstellen. Want wat een wedstrijd is dit voor de Feyenoord natuurlijk, maar ook voor Ajax. Ze begonnen sterk met die prima vrije trap van Schöne in de 8e minuut. Feyenoord had in die beginfase het achterin niet goed staan. Niet op orde, wat verdedigers die rare dingen deden. En dat leverde wat kansen op voor Ajax. Maar de tweede viel niet. Toornstra maakte er toen in de 16e minuut 1-1 van. En toen gebeurde er zo onwaarschijnlijk veel in deze wedstrijd. De 2-1 van Berghuis, de 2-2 nog van Ziyech. En voor rust de 3-2 van Van Persie. In een waanzinnige, krankzinnige eerste helft gebeurde zoveel. En dan in die tweede helft waar dus Ajax moet komen. Niet alleen om deze wedstrijd te winnen of tot een beter resultaat te krijgen, maar ook om de concurrentiestrijd met PSV om de landstitel nog bij te benen. Maar wat er ook gebeurde in die tweede helft, het gebeurde met name voor Feyenoord. Want Van Persie, Vilena en Ayoub scoorden. En Van Bronckhorst is een laatste Eredivisie-klassieker, wat voor Van Persie ook geldt, kan terugkijken op cijfers die onwaarschijnlijk zijn, ongekend zijn. 6-2, waar Feyenoord met veel klassiekers toch met een bepaald verwachtingspatroon aan zo'n wedstrijd begon. Maar wat kwamen ze vaak van een koude, kletsnatte kermis thuis. En die koude, kletsnatte kermis is met name nu voor Ajax. 6-2, een enorm pijnlijke nederlaag. 10 tegentreffers in 2 wedstrijden sinds de winterstop. En waar er vorige week tegen Heerenveen even virtueel lijstaanvoerder was, staat het nu 5 punten achter PSV. In dus een krankzinnige wedstrijd in de Kuip, in de regen. Uiteindelijk dan toch weer. Maar regen, dat voel je, dat deert als je aan de verkeerde kant van de score staat. En bij Feyenoord is het wat dat betreft één groot feest.